Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolkenvelden over Nederland. Er valt lokaal misschien ook een buitje, maar we zien ten noorden van Nederland al opklaringen klaar liggen. Die komen heel voorzichtig dichterbij, maar in de ochtend profiteren we daar nog nauwelijks van 13 tot 15 graden de temperatuur, en vooral bij zee waait het vrij krachtig, misschien zelfs eventjes krachtig, dat zou een windkracht 6 zijn. Vanmiddag van het Noordoosten uit geleidelijk aan meer opklaringen: 16 of 17 graden is het maximaal. En aan het eind van de middag begint de wind langzaam wat af te nemen. Vanavond breiden de opklaringen zich uit en dan koelt het af naar 12 tot 15 graden. Voor morgen staat een ander weertype op het programma. Dan hebben we flink wat zonneschijn, de meeste zon in het zuiden, in het noorden, iets meer wolkenvelden. Temperaturen 16 of 17 graden blijven aan de magere kant, maar er staat vooral ook niet veel wind. Een groot deel van de dag waait het slechts zwak, windkracht 2. Woensdag meer bewolking en wat buien die gaan overtrekken. En ook donderdag zou er nog een enkel buitje kunnen vallen. Maar dat stelt al niet zo heel veel meer voor. Temperaturen lopen voorzichtig iets op. Vrijdag wordt het een graad of 19. En de hele periode hebben we af en toe de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.